Grachtenpanden, bloemen en statieportretten. Een beeld dat we kennen uit de Nederlandse geschiedenis. Vandaag worden er 3 transgender mannen geportretteerd. Dit gebeurt hier in een 17e eeuws grachtenpand om deze transmannen een plek te geven in de Nederlandse geschiedenis. Genderdiversiteit is er altijd al geweest, maar is in het verleden steeds onzichtbaar gebleven. De makers zijn ook transgender of queer en met deze portretten claimen ze een deel van hun eigen geschiedenis terug. Ik ben Devin, ik ben 29 jaar en ik ben transman. Ik leef al sinds 2015 als man, dus dat betekent dat ik toen ook aan de hormonen ben gegaan. Ik heb nu 2,5 jaar een baard. Gewoon wel een krachtige baard. Ja, ik vind het wel krachtig, ja. Ja, gewoon beledigd zijn dat iemand je baard niet opmerkt. Ik heb een baard hoor. Waar dan? Nee, dat is echt erg. Ja, maar dat is wel zo. Dat heb ik wel eens gehad, ja. Ik heb ook echt wel dingen gedaan dat ik later echt moest lachen. Ik heb een keer een pruik gekocht. En die heb ik verknipperd om zo van die haartjes op te plakken. Om te kijken hoe dan een baard zou staan. En toen ik dat had gezien, dacht ik, oké, nu wil ik echt een baard. Dus nu moet hij wel komen. Daar is de baard ook wel heel belangrijk voor. Omdat je altijd heel jong wordt geschouwd. Ja, ik begon met de testo. Dan begin je natuurlijk ook meteen te hopen op de eerste dag al dat er gelijk wat te zien valt. Vooral qua haartjes. Dus je zit nog net niet panisch in de spiegel te kijken elke seconde. Nou, na een paar dagen zag ik dus daadwerkelijk wel geteld 3 haartjes. Emotioneel gezien is het heel belangrijk, denk ik, voor transman in het algemeen om een baard te hebben. Omdat je je dan nog mannelijker voelt. Het is wel een definitie van ja, toch wel een wat robuustere man en echt mannelijkheid. Zo zie ik het in ieder geval, een baard. Dus voor mij was dat wel echt een dingetje toen dat niet kwam. Ik heb daar wel echt heel veel moeite mee gehad. Mijn doorbraak was eigenlijk toen ik op een gegeven moment naar de kapper ging. En toen heeft de kapster een lijntje gezet. Zo simpel kan het zijn. En toen bleek die toch wat meer zichtbaarder te worden. En sindsdien heb ik dat bijgehouden. En toen werd het toch wel een echte baard, ja. Dus dat was echt een heel mooi moment om even mee te maken, ja. Je hebt het wel eens met transmannen onderling erover natuurlijk. Wat doe jij? Hoe doe jij het? Deze stijl heb ik toch wel, denk ik, door een Turkse vriend van mij. Omdat in die cultuur is het wel echt heel erg dat ze heel strak zijn met de baard en heel netjes. Dus ik heb dat een beetje daarvan afgenomen. Meestal laat ik het ook doen bij de Turkse barbier. Ja, ik vind dat wel echt mooie stijlen, mooie strakke lijnen. En ja, dat vind ik wel echt mannelijk, zeg maar. Mijn baard betekent voor mij wel echt dat ik elke dag zie dat ik het heb doorstaan, zeg maar, van vrouw naar man te gaan. Dat is ook wel iets waar ik echt trots op ben, zeg maar. Dat ik gewoon een baard heb. Dus dat is eigenlijk wel gek. Zoiets kleins maakt zoiets blijs.